Ja, nogmaals. We gaan nu beginnen met het webinar Analyse van beschikbaar leermateriaal voor WNT-onderwijs. Dus we gaan het hebben over de methodevergelijking WNT en de onderzoeksopzet en de uitkomsten. Maar ik begon ermee en toen dacht ik van waar zal ik beginnen? Zal ik meteen naar het onderzoek toe gaan? Maar ik dacht nee, we moeten eerst eventjes terug, en zo heb ik het ook geleerd, naar de why. Dus tegenwoordig iedere keer als ik in een vergadering zit, dan wordt er gezegd nee, we moeten weer even terug naar de why. We gaan samen met Pieter Bukkering van de Haarschool gaan we ook even inspelen op hoe de ervaringen zijn met het gebruik van zo'n kijkwijzer. Dus we willen jullie ook even zo meenemen in hoe je dat nou als leerkracht of als school kunt gaan doen. En als laatste wil ik jullie ook nog even meenemen in waar je nou allemaal op kunt letten. Dus dat je het ook zelf kan gebruiken. Daar zullen we jullie ook een stel voorbeelden in geven. En dan kan ook mooi de zaakvakken van Zwijzen en de koppeling naar thematisch onderwijs kan daar ook heel mooi aan bod komen. Maar toch, wij als team van leerkrachten zien ook wel echt een meerwaarde van de methode in. En daarin zijn we een beetje zoekende van hoe kunnen we methode gebruiken, maar toch ook wel echt kritisch blijven op die methode. En onszelf ontwikkelen inderdaad op vaardigheden en het overbrengen van het onderzoek in de werkelijkheid.